Oh ja, precies hetzelfde. Ja. We trekken door heel het land om de leukste en mooiste verhalen, meningen en grappen te verzamelen. Welkom bij Dit zijn wij. Welkom bij dit programma. Soms zit je wat dwars wat er echt uit moet. Wat moet er bij jou uit? Ik wil wat kwijt. Volle bed en dans maar mee. Hoort op ritme van de zee. Pak mijn hand en alleen ik laat je. Oh, oh, oh. Uit het woede van mijn zand. Tintent zit op hier op het strand. Ik kan gewoon niet blijven staan. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar met me dansen. Kort een hele zomer. We dansen door de nacht. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar met me dansen. Kom je, grijp je kansen in dit volle nacht. Achter elke deur zit een verhaal. Wij zijn nieuwsgierig en kloppen daarom zomaar ergens aan. Even gluren bij de buren. Hallo? Hier ben ik. Wie is dat? Doe de deur maar open hoor. Wie woont er hier? Ik. Wie ben jij? Diana. Diana! Hey Diana. Mag ik misschien even binnenkomen om te kletsen? Dat mag wel. Hey Diana. Wat een ontzettend mooi huis heb jij. Ja. Van waar al die kleuren? Ja. Blauw en rood. Waarom? Waarom is het blauw? Posters. Wat staat er op de posters dan? Wat is dat? Henry. Kid Danger? Ja. Maar ja, tv altijd. Een superheld? Ja. Oh, en een pak. Wat gaaf zeg. Ja. Heb je dan wel iets aan? Ja. Zullen we hem eens aantrekken? Even zo hoor. Denk op mijn hoofd. Gaaf pak? Ja. Want waarom hou je zo van Henry Danger? Ook in boekjes dan. Veel boeken stapel. En waarom vind je het leuk? Ik ben gek voor hem. En waarom? Is het spannend? Ja. Heel gaaf hoor. Dat ziet er prachtig uit zo. Ja. En hoe doet hij dan? Zo. En zo doet hij ook hoor. Kijk maar op die poster. Nee, maar deze niet. Oh, die niet. Dit is deze man. Oh ja, precies hetzelfde. Ja. Heel gaaf zeg. Hé, want hoe vaak trek je dit pak aan? Met carnaval. Met carnaval? Ja. Heel cool. Hé, en heb je nog andere hobby's ook? Ja, ook ja. Kaarten. Ja. Kaarten? Ja, ook maken. Kaarten maken? Ja. Oh, ik ga even een rondje lopen, is dat goed? Even kijken wat we zien hoor. Je mag wel. Alles is blauw met rood, hè? Ja. Hé, en wie heeft jouw appartement zo mooi gemaakt? De professor. Oh, wat lief. Ja. Het is prachtig. Allemaal in de kleuren van jouw favoriete serie, hè? Ja. Heel mooi. Vind je het fijn wonen hier? Ja. Nou, dankjewel voor je mooie outfit. Hou het gewoon even uit. Mag hier? Nou, dankjewel voor deze bijzondere ontmoeting. Doei. Ja, de vraag van vandaag. Ik heb een Annemarie. Ik neem je. Oké. Kom maar op.
Oké. Okay. Oh! De vraag. Lees ik hem voor? Ja, graag. Oeh, waar kan je echt heel kwaad om worden? Word je wel eens heel kwaad? Ja, ik ben echt aan het nadenken, want ik kan echt om heel veel dingen kwaad worden. Om heel veel zelfs? Oké, wat dan? Zoals als iemand me wakker maakt. Je moet mij niet wakker maken. Nee. Ik word echt chagrijnig dan. Wat doe je dan als je heel erg kwaad bent? Ja, ik heb ooit woedeaanvallen gehad en ik sloeg zonder reden dan gewoon iemand. Oké. Okay. Nu niet, toch? Nee. Oké. Okay. Jij ligt gewoon vanaf. Ja, fijn. Als jullie één ding mogen benoemen om echt alle kwaad over wordt. Eén ding. Surprise parties. Wat? Surprise party? Ja. Wat dan? Daar heb ik echt een schijt hekel aan. Au. Dan word je heel kwaad. Ja. Dus we moeten jou niet een surprise party geven, want dat gaat sowieso fout. Ja, dat gaat sowieso fout. Oké. Okay. Okay, ja, die verwachten jullie niet. Nee, die verwacht ik niet, nee. Ja, ik word echt heel kwaad van oude mensen in het verkeer die niet doorrijden. Ja, maar dan krijg je gewoon een bonuspunt voor als je aanraakt, toch? Dat kreeg ik met een videogame. Wat? Dat kreeg ik met een videogames vroeger altijd. Ja, als je dan iemand aanrijdt... Op PlayStation 2, GTA San Andreas, krijg je punten. Ja, oké. Okay. Maar gelukkig is dat niet echt. Nee, dat is waar. Het zou niet best zijn als ik allemaal oude mensen om ga nokken. Dat zou een beetje jammer zijn. Beetje jammer. En als je nou bij je moeder in de auto zit? Mijn moeder kan ook niet goed rijden. Nou, die rijdt binnen de bouwde kom te hard. En buiten te zacht. Juist. Dus ze rijdt overal 80. Daar komt het op neer. Ja, ik liever niet. Sorry, mam. Oh, we gaan weg. Oh, sorry. Ja. Je hebt altijd in België heb je altijd een jaarlijks evenement, hè? Een fietsevenement. Er komen drie wielers, er komt een eenwieler, er komt een tweewieler. Er komen ook, hoe heet dat, van die fietsen waar je met z'n tweeën op kunt zitten. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Help even, hoe heet zo'n ding alles? Je zit met z'n tweeën kun je erop zitten, hoe heet zo'n kring? Hoe heet dat ding? Nou? Gefeliciteerd, je bent Belg van het jaar. Ik word hier finaal uitgelachen volgens mij.